En stel dat de overheid nu zegt tegen Imperium 2, weet je wat, we gaan jullie ook verbieden. Wat gebeurt er dan? Wat gaat er dan gebeuren? Gaan jullie dan gewoon een jasje ophangen en... Je kan het hesje afpakken, maar de persoon zelf bestaat dan nog, hè? Dat vergeten ze. En in het allerergste geval, dan richten we gewoon weer een andere club op, met een andere naam. Ja, zo is het. Snap je? Halen we gewoon een letter weg. We zijn toch allemaal dyslexisch. Als iemand zich niet aan de hiërarchie houdt, of aan de regels houdt, wat staat daar tegenover? Ja, vaak krijg je gewoon een waarschuwing. En gebeurt het nog een keer, ja, dan word je uit rang gewoon gezet. We willen gewoon echt jongens hebben die het gewoon top doen, weet je. En niet zoals bijvoorbeeld een amateurclub, om het even te vergelijken. Nee, gewoon echt eredivisie. Bij wijze van spreken, om het zo maar te vergelijken. Die jongens moeten gewoon echt weten wat ze doen. En dat doen ze ook. En wat is het toch met dat hesje? Ik bedoel, dat is een onderdeel van jou als lid van de club? Ja, dat is heel belangrijk voor ons. Hoe belangrijk? Hoe kun je dat uitleggen? Wat is daar zo belangrijk aan? Dat is gewoon een deel van je leven. Wat gaat er vandaag gebeuren? Want wij moeten eens eerder komen. Wat is er te gebeuren? Er is een president die zijn dingen niet op orde heeft gehad. En die wordt voor niks aan de zaken teruggesneden. Vanaf daar gaan we verder als uitje. Dan gaan we leuke dagjes maken. Wat teruggesneden? Wat had het in dan? Gaan ze collars gaan eraf, zeg maar. Die gaat van president. Dat is eigenlijk het hoogste wat je kan behalen binnen het chapter. Gaat hij helemaal terug naar beneden. Wat gebeurt met zo'n jongen van de hoogste rang? Is haar eigenlijk niks? Dat is kut. Stel je voor, je bent directeur van een bedrijf. En je kan er aan de productielijn gaan staan. Niet leuk. Nou, de schade is allemaal weer wijs en als je die wil horen, dan maar voelen. En dit is een hele goede manier om te laten voelen. Dus okay, zonder fysiek geweld kan je iemand toch eigenlijk wel een goede berisping opleggen. Waardoor je toch voelt dat het echt fout is geweest. Oké, ja? Mannen! Ik heb even een mededeling. Pres Los Quintanos, weer naar voren komen. Er zijn wat dingen gebeurd. Je hebt de boel verzaakt, maat. Vind ik heel de bril af. Dat er heel duidelijk ben geweest met zijn jongens erbij. Je hebt afspraken die je niet nakomt. Onmogelijk. Onmogelijk. Bij deze ga ik je terugsnijden tot prospect. En dan ga je echt een lange tijd prospect lopen en je zaken op orde krijgen. Kom maar met je vestje. Kom op beet. Achterkant alles eraf. Mannen, laat dit voor iedereen vanaf nu een waarschuwing zijn, pres of niet. Als je je afspraken niet nakomt, snij ik je hoogst persoonlijk terug. Het kan niet meer. Woord is woord, afspraak is afspraak. Voor iedereen. Behandel hem als een prospect, jongens. Laat hem maar zijn strepen weer verdienen. Voordat iedereen gaat opleiden, verzamelen, we gaan een locatie rijden, we gaan een leuke dag tegemoet. Kijk. Mannen, kom eens uit in de auto. Rij achter elkaar aan, volg maar alsjeblieft. Yeah.
hem lopen. Ja, ja. Ik doe het gelijk goed, man. Street Bulls, wie zijn jullie? We zijn de Brotherhood, we zitten door heel Nederland. En Servië ook. Servië ook? Ja. Zo. En hoe komen jullie met elkaar in contact? Zijn jullie vriendengroep? Wij kennen elkaar van vroeger. Ja. We zijn met elkaar opgegroeid, ja. Ja, 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 ja. En heb je ook een achtergrond in de... Want hoe lang zit je in die wereld? Ik zit er al een hele tijd. Ik heb bij andere clubs ook gezeten. Nou doe ik dit. Nu heb je eigen club gewoon opgericht. Ja. En hoe lang bestaan jullie? We gaan nu het tweede jaar in. Oké, dus ook een nieuwe club. Ja. Want wat was voor jou zeg maar de reden dat je dacht, weet je wat, ik begon mijn eigen Brotherhood oprichten? Het zit in je bloed, het zit bij mij in mijn bloed. Dit moet ik doen en dat vind ik leuk om te doen. Het zijn 90% bij ons zijn gewoon alleen maar vrienden, weet je wel. Gewoon jongens, ook zonder dat jasje. En stel dat de overheid nu zegt tegen NPD2, weet je wat, dan gaan jullie ook verbieden. Wat gebeurt er dan? Wat gaat er dan gebeuren? Gaan jullie dan gewoon een jasje ophangen en... Je kan het hesje kan je afpakken, maar de persoon zelf bestaat dan nog, hè. Dat vergeten ze. En in het allerergste geval, dan richten we gewoon weer een andere club op, met een andere naam. Ja, sowieso. Snap je? Halen we gewoon een letter weg. We zijn toch allemaal dyslexisch. Hoe voel je nu? Ja, goed. Oh, wacht even. Ik heb er geen behoefte aan, Danny. Ja? Nee, sorry. Even één kort. Nee, sorry. Echt niet? Nee. Maar hoe voelt het nou van president naar... Ja, goed. Ja. Nou ja, het is minder natuurlijk. Ja. Ja. Maar ga je het volhouden dan? Is het makkelijk van een president naar een prospect? Sommigen die gaan van prospect naar president. Ja. Dus ja, en daar ben ik niet geweest. Dus ja, misschien is dat wel goed. Maar baal je hiervan? Ja, tuurlijk. En wat is de reden dat je gedegradeerd bent? Ja, daar ga ik niet over uit. Nee? Is het nog leuk dan om bij de club te horen? Jazeker. Waarom niet? Nou ja, het lijkt me moeilijk natuurlijk als je van baas bent naar nu een glaasje uitdelen. Ja, baas ben je nooit, hè? Nou ja, je bent wel de president van het chapter. Ja, maar dan ben je geen baas. Dan ben je geen baas. Dan ben je verantwoordelijk. Wat ging er door je heen? Sorry? En dat blijkt ook, toch? Ja, en wat ging er door je heen toen je hoorde van joh, je wordt teruggezet? Ja, jammer. Dat is het doel. Dat is, hoe noem je dat? Je rang. Dat is de consequentie ervan. Maar is het vol te houden nu dan? Want je moest je weer helemaal terugknokken? Tuurlijk. Dat is meer gemotiveerd, toch? Ja. En is dat ook het idee wat je in je hoofd had toen je bij de club ging? Eigenlijk wel. Maar het was wel heel makkelijk allemaal. Dus misschien is het goed. Goed? Ja, het is goed. Dan weet je hoe je daar komt. Maar wc schoonmaken straks en alles opruimen, dat lijkt me niet leuk. Ja, waarom niet? Ik voel me daar niet te min voor, hoor. Jij wel? Nou, ik zou dat niet kunnen. Ik zou dat niet. Ik wel. Dat is de boodschap die is zo dit. Precies. Ja. Heel veel succes en ja, we gaan het zien. Is goed. Thank you.